Freek Vonk heeft onlangs op zijn Instagram-kanaal een opmerkelijk verhaal gedeeld over een bijzondere ervaring uit zijn verleden. De bioloog en tv-presentator liet zich 10 jaar geleden bewust wurgen door een grote groene anaconda, de noordelijke groene anaconda, Eunectes akayima, dezelfde soort die hij recent mede heeft ontdekt. In een video legt hij uit dat hij destijds, zonder te weten welke soort het was, wilde ervaren hoe het voelt om door een anaconda gewurgd te worden. In het filmpje, dat hij deelde als antwoord op vragen van zijn volgers, vertelt Freek dat hij nieuwsgierig was naar de kracht van de anaconda en hoe het voelt om door dit imposante dier gewurgd te worden. Hij plaatst de slang om zijn nek, waarna deze zich strak vastdraait. Vonk beschrijft het als enaar gevoel, waarbij het lijkt alsof zijn nek wordt platgedrukt door een bus. Opvallend genoeg benadrukt Freek Vonk in het filmpje het belang van voorzichtigheid en waarschuwt hij dat dit niet iets is wat je alleen moet proberen. Hij benadrukt dat er altijd iemand aanwezig moet zijn om te helpen de slang los te maken. Deze waarschuwing lijkt voort te komen uit zijn eigen ervaring en het besef van de risico's die gepaard gaan met het omgaan met deze krachtige slangen. Het feit dat deze ervaring plaatsvond in Suriname, met een Surinaamse anaconda, voegt een extra laag van fascinatie toe aan het verhaal, vooral omdat het blijkt te gaan om de recent ontdekte noordelijke groene anaconda. Freek Vonk kijkt nu met een zekere humor terug op deze gebeurtenis en benadrukt de majesteit van dit indrukwekkende dier. Al met al biedt het verhaal van Freek Vonk een intrigerende kijk op zijn avontuurlijke en gedurfde benadering van zijn werk als bioloog, waarbij hij niet schuwt om zelf deel te nemen aan het begrijpen van de natuur op een unieke manier.